KPN en Fox Sports. Partners van de Eredivisie. Welkom dames en heren bij de eerste onderlinge pot tussen Nick Den Hamer en Menno Bouwhuis, oftewel Groningen tegen NAC. We zijn erg benieuwd. Kan Rosheuvel scoren? En als ik zeg beurt, dan bedoel ik en Frank Slotta. Hey Bas. Hey. Bedankt jongen, bedankt. Hey, we zijn hier natuurlijk bij Groningen NAC, dat zeg je inderdaad goed. Okay. En dat is al een dingetje inderdaad. Dankjewel. En wat hier heel erg belangrijk is om te onthouden, is dat Groningen zijn eerste twee potten gewonnen heeft. Nick Den Hamer, wat wel een zekerheidje mag zijn, is dat hij zijn eerste twee potten aanvallend spel van heel hoog niveau is, Bas. Ja, dat zijn we wel. Dus toch lekker om naar te kijken, ja, of ja, ik geniet er van mijn volle teugen. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, Nick Den Hamer. Als je gelijk denkt aan Nick Den Hamer, dan denk je trucjes, alom. Je denkt aan akka's. Je denkt aan La croquetas. Je denkt aan de El Tornado's. El Tornado's. We denken inderdaad. Aan de Bolasieflik, denken we dan. En dat is... Ja, dat is, en zo zien we graag dat er gescoord wordt. En Groningen gaat gelijk aanstalten maken op die goal van Menno Bouwhuizen. Precies, je bent echt een wervelwind van commentaar nu op dit moment. Ja, nee, daarom. Maar dus ik laat je even lekker uitrazen. Laten we ook vooral even vragen wat jouw opinie is betreft deze wedstrijd. Ja, kijk, ik zit er nou toch. Dus kan ik net zo mijn mening ook maar even delen natuurlijk. Doe dat even, Bas. Ja, ik verwacht natuurlijk veel spektakel. Natuurlijk wat hij ook zegt, de Nick natuurlijk aanvallend voetbal. Maar Menno heeft natuurlijk ook zijn joker in huis. En dat is natuurlijk Rosheuvel. Ja, dat is eigenlijk wel de beste speler van het spel, hè? Ja, zo kan je het even zien. Kijk, en hij heeft natuurlijk het voordeel dat hij speler van NAC is. Dat hij de enige e-sporter is die hem mag gebruiken. Dat is natuurlijk spreekt in het voordeel van Menno natuurlijk. Ja. Dus ja, dat is misschien het voordeel wat hem toch nog wel even over die streep kan trekken, weet je wel. Om dan toch uiteindelijk nog die punten te gaan pakken. Absoluut. Maar als je met Menno speelt... Tenminste, ja, ik speel nog met Menno. Maar als Menno speelt in de Eredivisie, dan is het altijd entertainmentwaarde hoog. Ja. En ben ik dus ook. Dus ik verwacht een entertainende pot. Ja, absoluut. Als ik denk aan Groningen, denk ik altijd aan mooie doelpunten. En Menno, aangezien... Maar dat is wel het verschil, hè. Kijk, Menno heeft dan aanvallend misschien een kleine handicap. Laten we het zo even noemen. Maar met Rosheuvel. Maar ik dacht met Ronaldinho. Nee, Ronaldinho. Maar verdedigend heeft hij gewoon als een krachthouders. Maar hier zien we... Ronaldo. Track back, all on the floor. Track back, give me some more. Track back. Maar dat is dankjewel. Wel hier corner. Komt u maar Ronaldo. Hey. Ja. Even springen. Ja. Ronaldo eerste paal, Bas. Hoe OP is dat? Ja, super OP. Super OP. Super OP. Oh, dat betekent wel dat het heel erg OP is dan. Heel erg super OP als je de eerste paal komt en je springt heel hoog, dan weet je natuurlijk dat met Ronaldo heel vaak het doelpunt is. Dit is ziek. Ja, dit is heel ziek. Dit is echt heel ziek. En zo naar Paski Rockers. En zo naar Paski Rockers altijd. De Arnhemse vlam. El Jochel. Maar dit betekent ook dat Nick op een hele comfortabele 1-0 voorsprong komt. Is ja, toch was, lekker voor was hem. Wel te verwachten natuurlijk. Absoluut. Laten we eerlijk zijn, dat is wel een beetje de favoriet. Ja. Dat is zeker waar. Denk je niet, Bassie? Nou, ik weet het bijna wel zeker ook. Dat denk ik ook en wel. En helemaal gebaseerd op de punten die behaald zijn in deze absoluut, boek. Absoluut. Dus vanuit daar mogen we toch wel zeggen dat Nick favoriet is. En hij maakt het waard tot nu toe. Absoluut. Staat voor. We hebben natuurlijk de krachthouders in deze pool. Stefano, Pina en Nick Den Hamer. Dat werden van tevoren afgezien. Nou, dit zijn de mensen die we in de gaten moeten houden. En die verwachting maken ze echt waar. Stefano moet uiteindelijk ook nog een moeilijke pot spelen. Volgens mij moet hij eerst tegen Willem II. En daarna moet hij tegen Floris Jorna van SC Heerenveen. Wat ook gewoon een hele goede tegenstander is van Team Gullit. Maar oké, we zijn nu eerst bij deze wedstrijd. En Marcelo doet het gewoon hartstikke goed aan de linkerkant. Voor Nick. En waarom heeft Nick Marcelo erin, zou je denken? 5-star skill moves. 5-star skill moves. Meenemen. Ja, dat is toch wel een beetje een vereiste die Nick verwacht van zijn spelers. Dat ze wel die skill moves hebben. Dat ze kunnen dribbelen. Dat ze uiteindelijk ook kunnen schieten. Hier ook het geplaatst schot van Cruijff had in één keer gekund. Doen we niet. Wel bij El Tornado. Koekoek! We gaan... Bas, dan is de vraag alleen, gaan we hier viraal? Nee, wacht even, ik moet even mijn jas aan doen. Want die tornado die komt even heel hard langs. Ja, dit is toch wel echt een beetje windy inderdaad. Ja, dit is heel jammer. Maar het wordt bijna gewoon een gewoonte dat we dit normaal gaan vinden. Maar dit is niet normaal. Ja, dit is wel echt perfectie met uitvoeren.
Ja, je weet het. Als je mooie doelpunten wil zien, moet je naar youtube.com/BassieStand gaan. Maar dan kan... Oh, dat weet je wat anders. Bas. Nee, maar dit hadden we gesproken. Dat was ook niet de bedoeling, hoor. Sorry, dat is ook slecht van me. Ik moet natuurlijk professioneel blijven. Absoluut. Precies, dus dan kan je beter naar Frank Slot gaan. Huh? Hey! Maar goed dat je die knop echt heel snel kan omzetten. Ja, daar zijn we wel hartstikke blij mee. Nee, is alle credits naar Nick. Die maken een fantastische doelpunt. Absoluut. En het is ook leuk dat zulke mensen in de Eredivisie zitten. Want niet alleen is dit jaar de Eredivisie een enorm... toneel waar goed FIFA wordt gespeeld. Echt op een hoog niveau. Dus de beste van de beste van Nederland sinds jij en weg België. Bent, is het niveau, sinds ik weg ben is het niveau die 1%, weet je wel. Die is wel echt... houden de boel flink naar beneden. Gelukkig ben ik nu weg. Dus dat scheelt wel. Wat dat betreft heeft Luc Jans is een goede vervanger ingekomen. Want daar kunnen we ook van genieten. Laten we heel eerlijk zijn. Maar Nick Den Hamer die doet het gewoon hartstikke goed. En dat wordt dan een beetje de vraag. Doelsaldo is natuurlijk hartstikke belangrijk, dit potje. Rosheuvel die, is op sprintsnelheid niet heel erg snel. Nee. Maar dat is natuurlijk wel de vraag. Doelsaldo is hartstikke belangrijk. Laten we dan ons niet te gênant maken en te veel goals tegenkrijgen. Want uiteindelijk aan het einde van de rit kunnen die je nekken. Ja. Die kunnen jou een vierde plek eventueel schelen. Of een tweede plek. En je of moet natuurlijk zelf ook zoveel mogelijk doelpunten maken. Dat is zeker Kijk, waar, Bas. Twee doelpunten tegen NAC is goed. Maar het kan altijd beter. Het kan altijd beter. Zonder veel disrespect te tonen naar Menno natuurlijk. We zijn allemaal fan van Menno. Ik denk iedereen wel, behalve mensen uit Zeeuwburg. Ja, absoluut. Dus ik denk dat Menno ook een hoge gunfactor heeft. Ik denk dat allebei de heren wel een hoge gunfactor hebben. In ieder geval bij mij is dat wel het geval. Puur gebaseerd op het feit dat het allebei entertainend is. Op een andere manier, maar goed. Zeker. Maar zulke mensen als Menno heb je ook nodig, vind ik. Zeker. En dat is gewoon fantastisch om naar te kijken dat hij dan aankomt met een plaatje van Rosheuvel op zijn bureau. Kijk, daar kan ik alleen maar van genieten. En Menno is gewoon een hele lieve jongen, een leuke jongen Menno uit Breda. Menno is cult. Menno is gewoon hartstikke cult. Menno is cult. Maar de vraag is ook, gaat Rosheuvel scoren? Gaan we hier viraal? Ja, gaan we viraal? Dat is de vraag. Dat is de eeuwige vraag die blijft branden. Want de kwaliteit van Rosheuvel, dit is wel een heerlijke actie van Ruudje Gullit. Zo zie je wel, Menno heeft wel kwaliteiten. Menno kan wel goed voetbal spelen. Hier Rosheuvel, wat een goede actie. Kijk, doe eens dan! Ja, nee, helaas. Dit was wel de kant. Hier moet je dan aanstalten maken om echt die goal te willen maken. Het verschil te willen maken. En Rosheuvel helaas goed bewogen met de keeper van Nick den Hamer. Nick den Hamer. Nick den, de man met... De witte sledgehammer. Precies. Dankjewel. Ja, goed, jongen. Even een emotioneel momentje. Dat is een heel emotioneel momentje. Maar we gaan in richting de rust. Gaan we dan rusten met 2-0 of gaan we nog een aanval zien? Wat we vaak zien op het hoogste niveau. We wachten tot de blessuretijd ingaat en dan krijg jij meestal de laatste aanval. Ja. Maar dat zien we hier ook. Hier gaat de blessuretijd in. Maar Roberto Carlos verovert de bal. Ah, 2 minuten. Ronaldo. Het kan al. Wat gaan we zien? We gaan waarschijnlijk nog een aanval zien van NAC. Gaat Ronaldo nog die La Croqueta? Die is wel even lekker. Ja. Maar gaan we nog een goal zien? Want ja, nu moet je wel echt aanstalten maken op die goal. Anders gaat er geen... Ja, anders is het gewoon klaar. Nu moet je echt vooruit. Oh, kijk eens. Nu moet je vooruit. En de voorzet. Wat is het? Bas. Wat gebeurt hier? En je ziet ook Nick reageren. Rosheuvel claimt hem gewoon. Rosheuvel claimt hem natuurlijk onze aanvoerder. Maar wat is dit? Wat gebeurt hier? Nick zegt het ook. Dit gebeurt alleen maar in blessuretijd. Ja. Nou, ongelooflijk dit. Ik snap de frustratie van Nick volledig. Heel frustrerend moet het zijn, maar we gaan rusten. Oei, oei. Zo smaakt die thee toch een stuk minder lekker, Bas. Ja, toch iets zuurder, zeg maar, die thee. Ja. Wel even toch aardig wat suiker in gegooid. Een schot van Menno. Ja. En dat is nog ineens een schot van de eigen doelpunt. Ja, dat is van Rosheuvel natuurlijk. FC Groningen en Nick den Hamer gaat die veranderingen brengen? FC Groen. Denk ik niet. Nee. Ik denk dat we gewoon lekker doorgaan naar de tweede helft. En het is nog maar de eerste pot, hè, dus het kan alle kanten op. En zo'n 2-1, dat zorgt er dus wel voor dat het echt... Ja, het kan nog alle kanten op, Bas. Klopt. Wat dan denk jij? Links, rechts, schuin, diagonaal, rechthoekig. Zo. Ja, het kan op de kop, 180 graden. Ziek. Maar net wil je het allemaal wel zien, jongen. Ziek. Ja, we zitten elkaar vol verbazing aan te kijken. Ja, dat we dit überhaupt uit onze mond kunnen krijgen. Zo filosofisch dit, jongen. Ja, het is... Ja, kijk, het gras is altijd groen, hè. Aan de... Als je hem anders maait. Ja. We gaan gewoon viraal met commentaar daar. Precies. Dat is echt te bizar voor woorden. Of het nou positief of negatief is, we gaan viraal. Nee. Goed, we gaan weer verder met de tweede helft. FC Groningen. Skillende Nick den Hamer. Een goede bal op Cristiano Ronaldo. De nichtere. Nichtere? Nichtere? Nee. De nuchtere Nick den Hamer. Gaat goed dit. Le professor. Nou, als eentje niet nichtig is, dan is het Nick den Hamer wel. Ik kan het zeggen. Die is elke... Dat was een goed getimed schot. Elke avond maar... eten met zijn vriendin. Absoluut. Die gaat wel lekker uit eten, hoor. Die pakt wel lekker die terrasjes. Wat Menno Bouwhuizen ook met zijn vriendin. Ja, maar een klein feitje. In de kroeg. Ja.
klein foutje, die ging samen bier drinken. En toen werden ze samen met de kater wakker en hadden ze geen zin meer in elkaar. Ja, nee, maar dat is Menno Bauhaus. En daarom houden we ook van Menno. Een goede kapsalon hier zo. Komt de Vieira. Nee, goed verdedigd door Ruudje Gullit. En Nick wil weer gewoon goals maken. Hij moet hier ook, dit moet ook de wedstrijden zijn van Nick Dahmer. Waar hij denkt, ja, hier moet ik punten pakken. Dan kan ik gelijk spelen tegen Stefano Pina. En dan kan ik uiteindelijk op doelsaldo nog een verschil maken. Eusebio, nee. Goed verdedigd door Menno Bauhaus. Alle ballen op Rosheuvel. Dat is belangrijk. Toch? Nee. Meunier rechtsback, Bas. Ben jij daar een fan van? Maar nee. Sorry. Oh, nee, God. Ik zou eerder voor Walker gaan, persoonlijk. De Champions League kaart. Ja? Ja. Omdat ik toch Walker toch wat sneller is. Ja. Ja, Meunier is wat langer, dus je kan meer kopduels winnen waarschijnlijk. Maar ben je dus ook geen fan van Marcelo? Jawel, want die heeft dan weer als extra toegevoegd waar dat hij 5-6 kill moves heeft. Oké. Okay. En daarvoor zou je, dat gaat wel... Hij ligt aan hoe... Oh, Gullit! Nou, doe eens dan! Menno, dit zijn de kansen, man, jongen. Nee, het ligt natuurlijk aan hoe je met je back speelt. Als je aanvallend met je back speelt... Wat een grote kans. Dan zou je met Walker kunnen spelen, zou je met Zanetti kunnen spelen. Zanetti, heb jij daar persoonlijk wat mee? Nou, ik wil het eigenlijk niet zeggen, maar dat ga ik ook zeker niet doen. Maar ik vind het een goede speler. Je vindt het een hele goede speler, oké. Okay. Nee, het is maar aanvallend... Het is een icon. Icon. Maar aanvallend gezien is Zanetti ook goed qua passing. Dus als je voorzetjes geeft met hem... Komt die 9 van de 10 keer op het kopje van je teamgenoot. Ja, maar ja, zeker kijk, als je Cristiano Ronaldo... Ja, als jij je backs gewoon achterin wil laten staan... en je wil dat de kopduels gewonnen worden achterin... Nou, dan zou ik toch van Ivo Meunier gaan inderdaad. Die waarschijnlijk iets langer is. Qua strength weet ik het niet helemaal zeker. Maar mijn persoonlijke voorkeur gaat sowieso uit naar Zanetti... en dan anders naar Walker. En ik kan ook nog flashback Juan Fran. Oh ja, die zien we ook die heel heb veel. Je ook nog. En je hebt ook nog second inform Lala. Ja, die heb ik ook. De 84 credit doelen we dan op. Dat is inderdaad second in vorm. Ja, dat kan ik me voorstellen. En wat we vooral nu zien is dat er weinig tot geen kansen worden gecreëerd. Nee, aan de kans van, dat we over rechtsbacks aan de praat hebben al 5 minuten lang. Er gebeurt niet zoveel deze wedstrijd. Hallo, het is nog maar wat, jongens. Ja, het is nog maar de eerste leg, hoor, dames en heren. Dus begrijp me niet verkeerd, het kan alle kanten op. En zeker met een 2-1 stand. Menno hoeft maar een keertje een bal goed te raken. Hij hoeft maar een keertje in te vliegen. Ja, en dan is het gewoon lekker... Lekker twee, meenemen. Twee, ja. En dan kan het alle kanten op. Alicante. Pardon. Gaat het, jongens? Ja, absoluut. Ik had een beetje... Dankjewel, Bas. Zo. Top, dankjewel. Collegiaal. Ja, heerlijk. Dat allemaal goed. Maar we gaan de 70ste minuut in. Zeker. Nog 20 minuutjes. En normaal gesproken, wat je dan ziet rond deze minuut... Ja. Dan we gaan wisselen. Oké. Okay. En wat... En je hebt natuurlijk de lekkere spelers op de bank. De Neymars, de Messi's. Wat hebben we nog meer? De George Best hebben we natuurlijk op de bank. Ja, die moet je natuurlijk inbrengen. En we zien ook Ronaldinho bijvoorbeeld. Daar ben jij een fan van? Ja, zeker. Ja. Dat is de man waar ik vroeger voor opbleef om samenvattingen te kijken. Ja, de R10, weet je, de tiki-taka, het heerlijke voetballen. Plezier in voetbal.nl. Plezier in voetbal.nl. En dat straalde maar één man meer uit dan elk ander. En dat was Ronaldinho. Precies. Dan kwam je toch even goed uit je woorden. Sorry. Dus toch even, nee, maar uiteindelijk kwam je er goed uit. Dat is wat mij opviel. Je was even aan het zoeken van welke kant ga ik op. Ja, maar je was zo creatief genoeg dat je er goed uitkwam. Respect. Dankjewel. En dan is dit. Oh, wat is dit? Wat is dit dan? We zien hier penalties vol... Stefano Penna? Huh? Oké. Okay. Eusebio. Eusebio? Dit gaat naar rechts. We zien nog mensen... Oh, ja. En gaat het naar rechts ook? Wauw. Ja, we hebben alles wel gezien in deze pot. Ja, dit is een hele complete pot inderdaad. Ja. Het blijft 2... Okay. Het blijft 2-1. Nick den Hamer. Een 2-1 is goed te doen voor Menno Bauhausen. Ja, zeker. Dat is meer dan netjes. Zeker tegen zo'n tegenstander. 100%. Hou dat vol, Menno. En dan kan de tweede pot wordt super spannend. Moet je er niet een e-sports variant vrije trap tegen krijgen? Want dan is het toch wel... Dat is, wat is dat precies, Bas? Nou, dat is precies wat je nu ziet. Kijk. Het gaat nu wel mis, maar... Oh. Maar de e-sport is dan wel... E-sports variant is eigenlijk alles wat je... Alles behalve meteen schieten. Dat okay, is blijven variant. Pasen inderdaad. Ja, blijven pasen. We zien we Rosheuvel even ook in de sprint. Ook al is het kerst, blijven pasen. Gewoon. We blijven pasen. Ik kan het niet. Dat is toch niet sorry. Te doen. Ja, sorry. Ja. We gaan in de 81ste minuut en dan zien we dat Nick daarna maar wijziging gaat aanbrengen. Eusebio gaat eruit. En wie komt er dan in? Ronaldinho. Cruijff gaat eruit. Heeft een goede wedstrijd gespeeld. Messi komt erin. En ik denk dat hij het zo wel welletjes vindt. Of gaat hij Ronaldo nog wisselen voor Neymar? Nee, hij vindt het zo wel welletjes. Dat betekent dat we nog 10 minuten op de klok hebben. Menno gaat waarschijnlijk ook wissels toebrengen. Maar wat voor wissels, dat weten we niet. Dat is een verrassing. Geheim. Tropische verrassing. We hebben nog 10 minuten te gaan. Bas, denk je nog dat de goals vallen?
Lastig. En denk je dat het echt lastig wordt inderdaad? Ja, ik weet niet. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik wel iets meer had verwacht van Nick. Ja. In deze pot. Want we hebben natuurlijk, we zien Nick vaker spelen. Ja. Dus ook, ja, je kan ook de verdienste van Menno noemen. Maar ja, de goal die Menno scoorde, die scoorde hij niet eens zelf. Dus, ja, absoluut. Ja, wat dat betreft. Hij had de penalty gemist. Dat is ook natuurlijk onvertuidelijk. Nick miste de penalty, zoals we net zagen. Ja. Dus ja, het is een beetje een aparte wedstrijd om er een echt een goed oordeel over te stellen. Ja. Maar ja, over het algemeen is de win is verdiend. Maar tuurlijk. Of die nou denderend overtuigend is, dat vind ik wel meevallen. Nee, dat vind ik ook wel meevallen. En ja, wat ik al eerder aangaf. Het is... Kijk hier. Oh, kijk eens. Oei, dat was hem wat geweest. Als je nou gewoon 2-2 maakt, Bas. Ja, gewoon even doen. Zo. Als je nou gewoon even hoe lekker ga je dan die tweede leg in? Super lekker. Ja, toch? Ja, toch? Dat betekent wel dat het heel lekker is. Nou, kom op, Rozeuvel. Boom. Nee, geef me zo'n ros aan. Dit is een achterbal. Geef me zo'n ros. Heuvel. Maar, ja, nog 3 minuutjes op de klok. En spannend. Het ziet er nou uit dat het een 2-1 blijft. Of gaan we nog een... blessuretijd goal meekrijgen. Weer die goede kap van Gullit. Dat zou wat zijn. Goede actie. Ronaldo Lima, nee. Goed verdedigd. Nou, hier komt Ronaldo Lima namens FC Groningen. Ronaldinho. Hij is fit. Hij is vers. Net in het veld. Ronaldinho. Gaat een sleep doen. Goed terug. Nick bewaart het overzicht. 2 minuten. Heel goed. Prima. Hij wil geen balverlies leiden, want hij wil gewoon met een overwinning. Hij wil de laatste aanval hebben. Hij wil de laatste aanval hebben, inderdaad, Bas. Dus we gaan in de 92e minuut van de blessuretijd. Dat betekent als er nu balverlies geleden wordt, dan is het ook echt klaar. Ja. Neymar, met de actie. Hij kan het nog doen, Gullit. Kijk eens. La Coqueta schieten. En hij schiet en mis. Ongelooflijk van Nick. Hij kan het niet geloven, maar we zijn hier wel klaar met deze wedstrijd, dames en heren. Want dit is namelijk een achterbal. Of is dit een redding? Dat zou helemaal wat zijn. Het is een redding. Yo. Met de vingertopjes. Wauw, het is een redding. Dan krijgen we nog een corner. En wat zien we dan vaak? Ronaldo, waar ben je? Ronaldo is gewisseld. Nee, nummer 8, daar is hij. En Nick is hem nu. Ronaldo komt aanlopen. Ja, daar komt hij. Knikken. Boom. En dan keeper. Is daar de redding. Nee, en dan is het klaar. Dan nu dames toch wel. En heren, jongens en meisjes, ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken. We gaan even een kleine break nemen. Dus pak wat lekkers. En dan zien we jullie zo allemaal terug na de break. Tot zo. We zijn er weer. Tweede leg. De eerste pot werd 2-1 gewonnen door Nick. Een aparte pot, kunnen we het noemen. En dan gaan we nu kijken of Menno zich kan revancheren in deze tweede leg. Er is al wat mis. Ze willen even de bal over de zijlijn. Ja, wat gebeurt er precies? We zien weer een 4-3-3 van Menno Bouwhuizen tegen Nick Den Hamer. Rosheuvel op de rechtsbuitenpositie. Dat is zijn man. Die moet in de bal komen. Dan gaan we het magische spektakel beginnen. Nick geeft de bal heel sportief terug. En dan gaat deze wedstrijd beginnen, Bas. Spannend. Wat zijn jouw bevindingen? Ja, gewoon hetzelfde als vorige pot. Ik verwacht dat Nick sterker is. Maar ook Menno krijgt zijn kansen. Dus hij heeft wel zijn kansjes gehad. Dus ik ben ook heel benieuwd welke kant dat precies opgaat. De verkeerde kant. De verkeerde kant. Bezoek je dit? Het is hier Vieira. Goed zeg. FC Groningen. We zijn heel benieuwd welke kant nou precies opgaat met elkaar. Ja, natuurlijk Nick ook gekozen door Bundel natuurlijk. Door Melvins. Dus hij zal ongetwijfeld even wat tips hebben gekregen van let hier even op. Tuurlijk. Want hij laat ze misschien iets voor meeslepen in het vrolijke festijn samen met Menno. Maar ja. Ook al ziet Menno er nu niet heel erg vrolijk uit. Nee, maar ja. Hij is nuchter. Toch staat als Menno nuchter is, dan is hij niet vrolijk. Nee. Hij is alleen vrolijk als hij het niet. Oh, Menno doet nou rustig, jongen. Balbezit. Hij heeft wel weinig mensen voor de bal, kan ik je vertellen. Ja, Rosheuvel staat er normaal gesproken. Die moet je de bal hebben. Maar het is inderdaad nog maar rustig allemaal. Ik ben heel benieuwd wat voor kans het opgaat. Het is hier Rio Ferdinand. Ho is. Oh. Kijk eens, dat is wel gedurfd. En dan leeft het natuurlijk een aardige man Eusebio. Eusebio. En dan zie je Patrick Vieira. Hij kan NAC opbouwen en dan is die bal net hard genoeg. Roberto Carlos. Die heeft ook een aardige linker. Ja, prima. Vieira. Doorspelen op Gullit. Zo is. Die moet hangen. Dit soort kansen moeten gewoon hangen. Wat een bal, joh. In de E-divisie. Dit is hij. Even een drankbackje met rechtsback op de achterlijn. Dan moet je maar dit net... kopduel moet je winnen. Goed zo. Maar dat zie je alleen met Nick Den Hamer. Ja. Drankbackjes op de achterlijn. Trukken tot je neervalt. Ja. Goed. Tegenstander passeren La op de Coqueta. Achterlijn. Oef. La Coqueta. Maar dan komt de La Frikadella, dan. De Coqueta die... De Labami schijf. Daar ben ik een beetje vol van nu. Een beetje de maag van vol zitten en ik heb een vrij grote maag, dus dan kan je nagaan. Is dat zo? Ja. Dat zou je niet zeggen. Ja, nee, hè? Zou je denk ik ook niet zo zien in de... Goed, hier is... Hier is weer La Croqueta.
Heerlijke trucjes van Menno. Maar ben je toch even op start gedrukt? We kunnen moeilijk kijken van oké, dat is Nick. Ja, dat is precies Nick. Nou ja, IEFGS3P109. Ja, geen idee wat het is. Maar in ieder geval, wordt op start gedrukt. Oh. Dit is wel heel lekker. Tot ziens. Ja, zo kennen we Nick, hè. Lekker skillen. Hier Viera weer. Je kan skillen lekker balletje wat op Gullet. Lekker terug. Dus gaan we met Ronaldo. 5-star skill moves. Wanneer gaat hij een trucje doen? We hebben ons doorgedraaid hier. Ja, dat gaat hard. Dat kan je alleen niet anders zeggen. Dat gaat gewoon hartstikke hard. Hield de heel flik gaan we een keertje doen. Nee, toch niet. En alle ballen op Rosheuvel. Aanvoerdertje natuurlijk. Kan niet de bal houden terwijl Gullet aanstormt. En die verliest ook zeker de bal. En nu gaan we weer kijken hoe Nick Den Hamer kan opbouwen. Komt u maar, Viera. Wat ga je doen? Gullet. We zijn toch heel erg benieuwd welke kant dit op gaat. Want zou Nick tevreden zijn met deze twee in voorsprong? Hij wil hem graag uitbreiden, lijkt mij. Dat lijkt me ook wel. Hier is dan eigenlijk het moment waar de aanpassingen kunnen worden gedaan. En dat wordt gedaan door Nick. We zien het scherm van NAC. Nick NAC. Dus ja. NAC die vindt het allemaal prima. Die laat het gewoon staan. Nick heeft de wijziging gepleegd. Nick ook met het Groningen shirtje met de Eredivisie. Wat vind jij van de bril van Nick? Ik vind de bril vind ik classy. Ja. Maar Nick is ook een hele classy guy. Ja, het is ook het even. Oh mijn god. Dat is echt. En dan kan ook gewoon casual wegkijken. Hè? Casual wegkijken, zo van, joh. Ja, het is ongelooflijk. Zo ziek. Het wordt gewoon normaal al bijna bij Nick. Via. Nou, volgens mij denk ik niet helemaal. Jawel. Oh. Op het matje van Blauw. Tikt nog op zijn hoofd. Tikt hij over de keeper heen. Ik wou net zeggen, zo hard was hij niet. Maar goed genoeg. En Groningen komt dus nu op een 3-1 voorsprong, Bas. Ja, dit is... Sick. Nee. Ja, wat mij betreft een gespeelde wedstrijd. Ja. Ook al heeft bijvoorbeeld die lange bal op Gullet. Nick heeft 11 kansjes gehad. Ja, zeker. Ook in de eerste wedstrijd. Zeker. Dus hij moet zeker niet opgeven. Het kan nog echt alle kanten op. We zitten pas in de 27e minuut. Ik kan alle kanten op, geen Spanje worden. Goed. Is Gullit. Goeie actie, Viera. Ja, die laatste fase. Ja, die laatste fase. Ronaldinho toch weer. Gaat hij weer een drake doen? Dat is de vraag. Nee, toch terug naar de keeper. Saai. Alle spelers weer terug op hun positie. Goeie bal. Goed duel gewonnen, heel belangrijk. Gullit komt hier weer. Ronaldo. Kan hij dan Rosheuvel. Toch een keer een doelpunt maken? Gaan we hier kansen... viraal? Oei. We zagen weer de lach bij Nick. Ja. Goed. Goed druk gezet door Rosheuvel. Nick zegt het wel. Rosheuvel. Rosheuvel OP, bro. Het is jammer dat die Rosheuvel geen Champions League gaat heeft. Anders dan Oes. Zien we ook niet vaak dat het in één keer wordt geschoten. Is toch niet e-sports waardig? Nee, het is niet e-sports waardig. Nee, waar we het al eerder over hadden, inderdaad. Dat kan niet. Maar ik ben toch heel erg benieuwd van wat is Menno's plan B. Rosheuvel gaat uiteindelijk niet gewisseld worden. Hè? Dat gaat uiteindelijk niet gebeuren. Denk het toch niet? Nee, dat kan je wel vergeten inderdaad. Ho. We hadden een beetje jeuk aan zijn teen. Ho. Dat is die L1 is dat. Gullet weer. L1 jeuk aan je teen. Menno vraagt zich af wat hij doet. Dit is zelfmoord. Wat is dit dan? Ja, dit is kermis. Kermis goals. Hij moest er inderdaad wel in. Het was slecht verdedigd, slecht uitgespeeld van Menno. En uiteindelijk de terechte 2-0 voorsprong van Nick Den Hamer. Zeker. Ja, what can we say more? En dan is het in de 4-1 voorsprong. Voorsprong? Nice. Voorsprong. Post. Before sprong. Oké. Het is een 4-1 voorsprong voor Nick Den Hamer. Menno Bouwhuizen. Bouw Ossel. Hier is Rosheuvel. Kijk eens. Hakjes hier, hakjes daar. Maar punt homer. Maar het is wel leuk. Ja, tuurlijk. Dat wel. Daar houden we toch van. Menno Bouwhuizen. Dat is toch de man die we willen zien. Menno Bouwhuizen is zeg maar... Eredivisie. Ja. Oh! En nog heb je hem. Menno kan het ook niet geloven. De Eredivisie is zeg maar een kermis. En Menno Bouwhuizen is die muntenmachine. Wat eigenlijk iedereen wel een tos vindt om te doen. Oeh. Om laten kijken. Ja, dit is gekkigheid. En nu met de ruime voorsprong weet hij helemaal dat hij kan skillen natuurlijk. Oh. We zouden maar weer invliegen. Ja.
Oeh, kan er niet tussen zitten. Rosheuvel weer aan de bal. En die kan skillen, dat weten we. 2 minuten in extra tijd. 3-star skillings, hè, Rosheuvel. Ja. Maar daar kan je gewoon heel te hoeveel mee doen. Dat zijn wel de spelers die je moet hebben. Kijk, daar gaan ze weer. Ja. Fiera, Gullit. Nou, kom maar Menno, kom maar. Oh. Dat was, ja, dat is jammer. En we gaan rusten, Bas. Dit was hem weer. Dus de 5, dit is de 8-5, de 2-2. En het is ongelooflijk, maar ja, het is toch wel een beetje terecht. Men op wat een weinig kans. Het is ongelooflijk dat het nog 2-0 staat. Het is eigenlijk een beetje één richtingsverkeer. Er staat nu een totale score van 4-1. En waar gaat dit eindigen? Dat is de vraag. Nou, bij de 90ste minuut waarschijnlijk. Oh, nice. Denk ik, hoor. Ja, maar hoeveel gaat het nog worden pas? Doe eens een kleine voorspelling. Het is nu een beetje één richtingsverkeer. De voorspelling van het doelpunt van Stijn, die is er redelijk uitgekomen. Ja? Ja, 5 doelpuntjes. Oh, echt? Was dat een voorspelling? Nou, een doelpunt van Stijn, zeg ik. Ik zei niet letterlijk 5 doelpunten. Maar het zou zomaar kunnen dat er nog een paar doelpuntjes bij komen. Het is jammer voor Menno dat hij zijn kansen niet af heeft gemaakt. Want hij heeft toch degelijk wel 2-3 goede kansen gecreëerd. En die had hij gewoon af moeten maken. Maar ja, dat was helaas niet het geval van Menno. Toch met Gullit, hè? Dat hij nog een paar keer 1-op-1 kwam. Ja. Dat je denkt van ja, klein beetje ervaring. Ook Rosheuvel, hoor. Ja, ook Rosheuvel inderdaad. En als Rosheuvel nou gewoon... is Rosheuvel nou, als je hem nu ziet voetballen, denk je van die moet ook een mentie. Denk je dat nou, Bas? Ja. Toch stiekem wel. Het is wel echt een verbetering. Oh, kop er wel gewonnen. Vieira. Ach ja, maar je moet het maar zo zien, jongens. Kijk, we moeten het leven ook niet helemaal serieus nemen. Maar kijk, dit is de E-divisie. We moeten allemaal serieus commentaar geven, maar je moet af en toe ook gewoon kunnen waarderen dat iemand gewoon een Rosheuvel in zijn team zet. Ja, en als ze dan geen punten pakt, ja, Allah. Ja, weet je, dat kan gebeuren. Ja, toch? Ik bedoel, NAC doet het ook niet zo heel goed in de competitie, dus ja, weet je. Tja. Het kan allemaal zo lopen, maar we hebben wel allemaal sympathie voor Menno. Precies. En wat hij probeert, en het is wel hartstikke goed gespeeld van Menno Bouwhuizen, van Nick Damer, excuus. Het gaat wel echt de goede kant op. En eigenlijk is het een beetje een doodpotje, dames en heren. Het gaat wel op en neer. Maar we weten maar dat één iemand kan scoren. En dat is Nick de Hamer in dit geval. En als Menno in de mogelijkheid komt op dit geval... Wat is dit allemaal? Ja. Ze kijken elkaar ook aan. En denken, ja, what's left to say? En ja, toch weer de corner. Cristiano Ronaldo. Zoals we vaker die corner goals hebben gehad. Gullit, nou, gaat hij toch nog een keertje doen? Pas boom, nee, show. Nee. Nog weer de corner. Eusebio. Cruijff. Komt hij dan? Bij Blank. Gullit. Keeper had hem gered. Hij zat er met de vingertoppen aan, maar werd er net voor nog... Lennart of Nick, dan gaan we gewoon een beetje aan het oefenen dus met die time shooting. Gewoon. Oh. Laten we dat alsjeblieft niet doen. Niet zo gaan doen met zo'n Menno. Ja. Niet zo gaan doen met zo'n Menno. Fantastisch. Kijk, dan gaan Menno natuurlijk ook even skillen. Ja, nu wordt het leuk. Niet zo gaan doen. Het zijn vrienden van elkaar, jongens. Begrijp het even goed. Maar het is wel fantastisch dat hij dat zegt tegen elkaar. Want die kunnen elkaar gewoon helemaal gek maken. Niet zo gaan doen. Niet zo gaan doen, bro. Oh. Nou, die Ronaldinho houdt hij nog wel binnen. Tuurlijk. Trucje, scoopturn. Tuurlijk. Oh, nou, kroketten is hij wel weer. Tuurlijk. Ja? Ho! Rosheuvel. Waarom pakt hij die bal niet af? Ja, dit is Rosheuvel. Laat maar. Dat is Rosheuvel. We zien hem bij een Menheuvel de dragbacks die dan eigenlijk niet back doet. Zeg maar. Dus hij doet de drag en dan doet hij hem weer naar voren. Ja, dat is die mindgames. Ja, dan probeer je in te stellen of dat het een volledige dragback wordt en dan wordt het dat uiteindelijk niet. Ja, dat zijn die mindgames, hè? Mindgames. Dat is een mindnetting. Een mindnetting. Team. Goed. Gaat weer. Maldini. Gullit. Gaat hij nou aanspelen? Nee, want hij neemt gewoon zijn tijd. Maar dan zou toch wel zeggen van, je moet nog 3 doelpuntjes maken. Ga je nog een beetje aanspraak maken op die aanval. Maar blijkbaar ziet hij of de ruimte niet, of heeft hij niet echt vertrouwen in dat hij, als hij naar voren speelt, dat hij dan de bal nog heeft. Eigenlijk denkt hij nog een soort van, nou, ik zal de schade maar beperkt houden. Maar Menno, moet wel af. Een beetje die aanval. Even wat pitteren, jongen. Ja, je moet wel een beetje je best doen. Kom op, hé. Hey. Zijn enige doelpunt is een eigen doelpunt van Nick, dus. Ja, dat is ook wel een dingetje, inderdaad. Hier dan. Oh, tik. Oi. Oh. Maar Menno staat elke keer verdediger voor, die schot blokt. Alles wordt inderdaad geblokt. Je hoort het Nick al zeggen. Die hoort helemaal lauw. Ja? Boven? Goed zo. Wie is dat? Rosheuvel. Ja, natuurlijk is dat Rosheuvel. Oh, wow. Wat is dit voor voorzet? Dat brengt niet. Kan Rosheuvel gewisseld worden? Misschien ook die stamina van Rosheuvel. Wat gewoon niet oké is.
vergelijken. Ja, en heb je op de bank heb je Pelé Prime, Cruijff Prime, Eusebio Prime. Nee, Rosheuvel. Ja, nice. Rosheuvel voor president. Eusebio erin. Cristiano Ronaldo blijft erin. Nog 15 minuutjes op de klok. Ik ben toch heel erg benieuwd welke kant het nu opgaat. Ja, je bent wel vaak benieuwd welke kant het opgaat eigenlijk. Ja, ik weet het allemaal niet welke, zo. Maar... Ja, maar het is... Ja, het de wedstrijd is al gespeeld. Ja! Ja! Het is, wil je anders een beetje visje commentator nog over doen? Nee. Dus, maar het is eigenlijk wel hopen op een... het enige wat we nu nog hopen is op een mooi doelpunt. Maakt niet uit aan welke kant eigenlijk. Ja, maar de wedstrijd is al gespeeld, dames en heren. Het gaat gewoon nergens meer over. Nick... Het was echt een hartstikke leuke pot in het begin. En de eerste leg was spannend. Ging allebei de kant op. Maar de tweede pot is gewoon één richtingsverkeer. Wat een goal zeg. Doe even normaal. Dit is echt de lijp. Gullen, het gaat toch weg, man. Hm? Oh, aardig doelpunt. Aardig toe? Ja. Nou, dat is ook niet aardig. Er zitten wel een paar woorden. Ja, die in de vorige pot van Cruijff en deze. Yes. In de vorige pot van Cruijff en deze zijn de enige mooie goals die zijn gescoord. Die volley dan? Naar die flik. Ja, die van Cruijff was dat vorige pot. En vorige week El Tornado. Ja. Vorige week. Laten we maar gewoon verder spelen. Gaat het? Nou, laten we maar gewoon verder spelen. Even een mooi onderrondje tussen de twee spelers. Menno die Alphen met één elleboog rust op het dek. Maar even wel van. Het is niet voor niets. Nick staat bekend als de man die alleen mooie goals maakt. En dat doet hij nu ook. Maar laten we eerlijk zijn, het is wel gewoon eenrichtingsverkeer. Het is een terechte 5-1 overwinning tot nu toe. De laatste 8 minuten gaan nu in. De laatste 10 minuten inclusief blessuretijd. En dan, dat kan het niet meer echt heel erg gek lopen. Misschien valt er nog een goaltje hier of daar. Maar gespeeld is het allang. Bas? Eens. Ja? Ja. Verder nog wat aan toe te voegen? Hoe heb je zoiets vanmorgen? Ja, kijk, we hebben al te veel gezegd eigenlijk. Nee, maar soms kan je ook gewoon alleen de gameplay even laten zien. En dan kunnen mensen thuis even rustig, gewoon relaxed. Ja. Daar zijn die ASMR-video's ook zo populair, hè? Dat is rustgevend. Oké. Maar is er dan die achtergrondmuziekje erbij of zo? Als je er gewoon een beetje zo'n commentaar zou geven, dat zou gewoon heel zacht zijn. Dat zou wel voor de kijkers thuis ook misschien wat prettiger zijn. Hier is Groningen in de aanval. Oké, laten we nu gewoon wel als volwassen mensen gedragen. Oké. ASMR-video's, dat wordt het toch niet. De ASMR-divisie. ASMR-divisie. En dan komt hier nog één keer nak. Menno, laat eens wat zien, jongen. Oh. Gio Finkelturn. Vieira. Komt hij weer? Ronaldo. Ja. Ronaldo. Nee. Ronaldo. En het is nu echt klaar. Het zit er niet in. Courtois. Toch één keer Nick dan. 2 minuten blessuretijd. Gaan de 91ste minuten in. Hij mag nog 1 keer naar voren. Gaat hij dan de aanval zoeken? Ja, dat gaat hij zeker. We zien een loopactie van hier. Neymar Jr. Gaat hij... Oh, mijn hemel. Ja, mijn hemel. Ja, goede actie. En het is nu wel echt klaar. Groningen NAC eindigt in totaal scoren van 5-1, als ik het zo goed zeg. Ja. En een terechte overwinning van Nick den Hamer. Tijdens de wedstrijd, wat mij wel opviel, is dat je bril die werd helemaal goud. Dat glans nogal aan de camera, dat valt heel erg op in de studio. Is dat ook een beetje jouw geheime wapen of je gadget? Ik heb hem wel nodig met spelen, ja. Dus misschien zit daar mijn talent in. Is die gesponsord of vertel eens? Nee. Ik heb hem zelf uitgezocht. Ik vond hem wel mooi zo. Kan je hem eens opzetten? Tuurlijk. Voor jou wel. Kijk, en ik heb me dus laten vertellen dat ze jou daarom ook de professor noemen. Hoe komt dat? Ja, daar is Raoul. FC Roelie is daarmee begonnen. Die noemde mij zo op zijn Instagram bij de eerste draaidag. En nu is dat een beetje ingebleven, volgens mij. Even terug naar die eerste wedstrijd, want die verlies je dan met 2-1. Hoe kan het dan dat je in die tweede wedstrijd het eigenlijk niet kan omkeren? Ja, kwaliteit van Nick. Hij was gewoon, ik kwam niet onder zijn druk uit. En ik merkte ook in de tweede wedstrijd dat ik mijn concentratie toch iets minder was. En dan, Heeft dat mee te maken? Spanningsboog, denk ik. Ja, en op een gegeven moment dan... je weet wel dat het wat lastig wordt om nog te winnen. Ik had 2-2 kunnen maken met Gullit en 1-0 in de tweede wedstrijd met Gullit. Dus als die erin waren gegaan, had het nog echt spannend kunnen worden, maar helaas.